Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Lock met Sander van Gaming SB. Sander moet even snel doorgaan, want hij moet de gymleader even verslaan. Ja, zoals jullie zien heeft hij de speed button aangezet en dat mag nu ook even, want ik moet toch op hem wachten. Als hij maar oplet bij de gymleader zo meteen. Niet oh nee, bij de gymleader doe ik hem uit hoor. Oh, heel verstandig. Ik doe hem alleen nu even zo. Ik wil nu even Sonic go fast. Ja, yeah, gotta go fast. Gotta go fast. Ben je een beetje hype voor de Mario film trouwens? Ik ga die wel kijken, laat ik het zo zeggen. Ik ook. Hij ziet er best leuk uit. Ik vind alleen Mario's stem cringe. Oh, en niet zoveel moeite mee. Maar ja, ik mag het zeven. Ja, ik mag wel zeven, maar even kijken. Okay. Speed up. Hij begint met Surskit. Slim. Oké. Let's go. En Surskit was de ace, hè? Level 15. Surskit is een ace, ja. Wacht, nee. Surskit is niet zijn ace. Surskit is level 12. Wie is zijn ace? Wie is dan level 15? Illumise of Vivion? Oh, Illumise is toch kut. Oké. Froaking, going. Ik kan Lick going for the para hex. Het is water, like water pulse gaat waarschijnlijk ook niet zoveel doen. Ik kan het proberen. Hij kwikkelt tegen jou. Dat valt wel mee. Oeh, en dat was een crit. Oké. Ik zou blijven likken. Ja, wel of quick attack misschien. Ik moet even kijken hoeveel meer damage dat doet, dat weet ik niet. Oh, kut, een deken alsnog. Ja, maar ik denk dat Lick een betere keuze is, want als hij dan geparalyzed is, dan kan je lekker... Ja, dat denk ik ook. Wat, kom op. Ja, dat hij weer niet geparalyzed is. 30% kans, toch? Wauw. Met de crit ben je niet dood, maar... Ik moet trouwens niks zeggen, want anders is straks mijn schuld als hij dood gaat. Nee, oké. Heb je potions? Zou nog een crit kunnen tanken? Nu niet meer? Nee. Maar nu kan ik quick attack. Nu doe je zelf een crit. Oh, ja! Ja, wat is het? Je kan een quick attack, hè? Ja. Ik ga sowieso wel Wauw. Dat is niet erg dat hij paralyzed is. Op zich, ja. Dat klopt. Alleen, dat betekent wel... Dat je even moet doen. Ik heb 1 super potion en 5 potions. Ja, klopt. Ik heb potions gekocht. En daarna niet meer gebruikt. Dus dat is op zich gunstig. Mm-hmm. Zoveel doet hij ook weer niet. En ik kan nu gewoon quick attack. Alhoewel ben ik nu wel waarschijnlijk sowieso eerder. Ja, dus maar dat maakt niet uit. Zich, maar ik denk dat quick attack meer doet dan Lick. Dat denk ik ook. En ook meer dan de wateraanval. Ja. Maar misschien niet dan waterpuls. Misschien dat die wel zo erg had geweest. Ja. Vivion. Azura. Ah, dit wordt Incinerate Vissa, wordt dat. Ja, dat denk ik ook. Yo, shiny? Oei, schrok me even kapot. Ja, dit is de ace. Dit is de ace. Stunning, de sporing. Dit is heel kut. Je hebt misschien wel een paralyze heal overigens, want volgens mij kreeg je die op een gegeven moment. Oh, je hit. Oké. Dat ging heel langzaam, ik vind het nog... Ik dacht echt van dat doet niks, maar het deed gelukkig de helft. Maar ik dacht echt met hoe langzaam die ging... Jouw defense is erg goed, daar ben ik wel erg blij mee voor jou nu. Zometeen niet als ik tegen je moet vechten, maar... Dit betekent wel dat je hem gaat halen, denk ik. Verzinnen wie ik uit ga zetten. Ja, keep battling. En dan zometeen wordt het tijd om even een combi te vangen en dan gewoon overal horde battles te doen. Ja. En alles waar je nog geen shiny hebt gevangen. Want waar kun je die combi of... In de volgende route. Oh, aan de linkerkant.
En dan krijg je ook meteen XP share, dus dat is echt top. En de Sweet Scent, dat is wel kut. Sweet Scent en Paralyzed. Maar dat wel. Azula coming through. Als compleet de gek dat ze is. Dat doet 6. Wauw, okay, dus je hebt wel geluk met de hits die je neemt, die je doet hoor. Met Paralyzed. Shakers. Oké. Okay. Alleen nog Anorith. Ja, en daar heb ik mijn water type voor. Ja. Oh, dat is zo kut. Oh, nu wordt het wel lastig voor mij om te bedenken wie ik uit ga zenden. Oké. Wat is slim? Dat is de vraag. De vraging. Ik zal een pakje kaarten nu wegleggen. Dat is ook niet dit intro momentje volgens mij. Wat was dit intro momentje? Oh ja, de meme speler, tuurlijk. Tuurlijk. Oké. Dat deed wel veel damage. Maar dit doet ook veel minder dan ik had gehoopt. Wat deed hij voor aanval dat zoveel damage deed? Water Pulse. En je denkt op dat jou? Oh nee, Scratch. Hè? Kijk. Nou, valt wel mee. Ja. Nou was ik ook al wel gedamaged. Deze ding wel. Als ik nu crit, dan ben je nog niet dood. Oh, dan had je wel jawel, dan was ik wel dood geweest. Maar volgens mij was het ook een high roll. Volgens mij deed hij net minder. Toen nice. Je hebt hem gehaald, Sander. Lekker bezig. We hebben hem beide gehaald. Jij ook. Jij hebt ook niet hoeven te resetten, toch? Klopt. Ja, de eerste keer, maar die telde ja, maar sowieso. Toen wisten we niet dat we zo hard gaan uitbrengen. Ja. Lekkering. Oké, de Cage Metal Battle Match. Zin in. Ik weet echt niet welke ik uit ga zetten, joh. Infestation. Als ik nu een bug type had gehad, dan had ik die. Dan was het oprecht nog wel een tactiek geweest om die in te zetten, zeg maar. En dan. Om dan een infestation te kunnen gebruiken. Ja. Volgens mij is dat wel een goede, toch? Infestation, ja, dat denk ik wel. Ik kan het kijken. Goed. Oké. Ik ga naar de dingen. Hoe deden we dat connect ook weer? Als je helemaal rechts onderin heb je twee van die stackers. Ja, ja, ja. Daar druk je op. Ja. En dan moet je even kijken, dezelfde room kiezen als ik. Ik heb USA East, Pokémon X en Y server 2. Oh wacht, er is 16 van de 16. Dat is kut. Wacht, kamer verlaten. Ik ga even een andere kamer kiezen. Milan has minimized their application. Oh, nu is het 12 van de 16. Ja. Pokémon list, gewoon start neem ik aan. Oh. Ja, alleen ik denk nu dat hij alle Pokémon pakt. Oh, moet ik terug? Nee, je moet even je Pokémon vooraan zetten die je wil gebruiken. Ja. Maar dat weet ik dus nog niet eigenlijk. Ja, maar dat moet je nu dus bedenken. Want we gaan nu vechten. Ik ga dit doen, denk ik. Oké. Oh, nee, please select. Ja. Nou, nu weet je het al. Want je hebt al. Ik vind nu dat we ook voor de voorste moeten gaan. Ja. Eens. Weten we dat voor de volgende keer? Oké. De eerste cage match. Ja. Ik weet niet. Misschien was het niet het handigste om te doen. Maar ja. Ik moest tegen wel. Momo.
de kans dat jij, zeg maar, de fire type inzet was te groot. Dan had je sowieso gewonnen. Daarom. Oké. Okay. No! Oh, dat is kut. Oh ja, tuurlijk! Ik ben normal. Oh, wat dom! Oh, Sander, wat een misplay! Oh, Sandering. Wat dom. Jezus, oh, wat ben ik dom! Hit. Dat doet veel damage. Oh, dat valt best mee. Confusion! Hey, oh, dat okay, nog. Oké, okay, dat... Oké. Okay. Shit, avoid it. Scratch, hoeveel doet dat? Hoezo doet dat zoveel? Ah, ben je confused en raak je nog confused? Ah ja. Dit is fucking kut, ik ben mijn starter kwijt. Ah, kutzooi. Of was ik sowieso al eerst, überhaupt eigenlijk, bedenk ik me net. Kom op. Ah, fuck. De eerste cage match winnaar staat hier. A-palming. Ja. Het staat 1-0. En, nu moet ik gaan kiezen wat ik wil voor Apom. Ik kies voor Apom. Oeh, vind ik lastig. Wat zal ik doen voor Apom? Ik ga voor health items. Nice, ik zag dat in beeld. Ja, nou, okay. Raphael. Maar nu kan wordt het wel heel veel Pokémon vangen, want nu krijgen we zometeen Sweet Sand en ik denk dat het dan een stuk sneller gaat met het vinden van Shinies. Een expansion, ja. Ik baal. Snap ik. De eerste keer was sowieso fucking dom. De eerste. Oh, meteen een shiny! Like, hoezo... Ja, leuk. Hoezo is ook... Ja... Hoezo is Lick überhaupt een ghost-type move, trouwens? Lick is altijd een ghost-type move. Ja, dat weet ik. Maar hoezo? Ik vind het niet echt... geestig. Nee, maar oprecht. Ik vind het eigenlijk sowieso oprecht wel raar dat Lick een ghost type move is. Like, tuurlijk, het was mijn eigen domme fout, hè. Dat ben ik... Ja, dat is gewoon zo, maar... Ja. Nou, ik kan wel even. Wow, yo, zag waar je dat? Waar is die honey? Wat? Wacht, ik moet heel even naar de ding zo meteen kijken, naar de summary. Wat? Ik zie iets heel aparts. Maar hoe zat het nou met die honing? Nee, je mag gewoon, als je een combi tegenkomt die sweet scent, dan mag je die gewoon vangen. En het is toch een grass type. Ik wil even disconnecten, kamer verlaten. Yeah. Wow, ga niet disconnecten, bro. Ik wou heel even dit laten zien. Summary. Kijk naar zijn typing. Oh, hè? Huh? Grass harmonic. What the fuck is harmonic type, Sander? Weet ik niet.
Ik moet weten of die... Of die Sweet Scent kan. Ja, ze hebben volgens mij meteen Sweet Scent. Oh, is hij paralyzed? Ja, daar hoopte ik ook een beetje voor met Lick. Maar eventjes niet nagedacht dat... Nou ja. Zo fucking dom. Waarom ben ik zo fucking dom? Twee. Oké, okay, die van jou kan sowieso Sweet Scent. Ja, die van jou ook. Volgens mij is dat standaard move. Ja. Oké. Okay. In that case... Ik ben echt salty at the moment. Ja, dat idee heb ik. Ja, vooral omdat ik mijn start ook gewoon kwijt ben. Dat is wel het kutte van Cage Match. Dat klopt. Dat is ook vervelend. Nu is het grote voordeel dan wel weer dat je zometeen dat je nu de XP share hebt en dat je heel veel Pokémon nu als goeds kan vervangen. Ik kan route 1 nog en een route 22 nog een Pokémon vangen. Jij of ik? Ik? Jij kan nog in... Ik kan hier ook nog namelijk. En in die nieuwe plaats. Ja, jij kan nog op 4 plekken op dit moment. Ik nog op 2. Huh? Ja, het is niet altijd horden, hè? Oh. Bijna altijd. Oh, dan heb ik precies weer die... Bijna altijd. Dat is altijd. In mijn geval. Oh, ik heb ook een enkele. Zie je net zien dat horden pas vanaf een bepaalde route is? Dat zou ik echt niet vinden. Dat denk ik. Want dit is niet helemaal horde. Nee. Oh, dat ook nog eens. Ja, dan ga ik gewoon doen. Het heeft nu geen zin als het toch geen horde is. Of zo'n lage kans in ieder geval. Ga ik dat niet doen. Pika Pika! Vanaf route 5 zie ik dat goed. Ja, niet overal inderdaad. Even kijken. Maar wel op heel veel plekken, maar niet overal. Maar 3, 1 en 22 niet. Nee, maar in route 5 wel. Ja. En daar zijn we bijna. Je mag trouwens van mij, als je wilt, hè, als deze aflevering af is en je zegt van... ik wil nog eventjes hunten voor een andere shiny, zeg maar, in die routes. Dan vind ik dat op zich geen probleem. Volgens mij is route 5 relatief dichtbij. Repel. Nee, want je moet die hele ding in die mansion nog. Hè? In die mansion? Ja. Nee, dat is pas veel later. Dat is niet hier. Ja. Met die fireworks niet? Is dat niet hier? Nee, dat is pas veel later. Je krijgt nog route 5, route 6, Lumio's, de route 7 en dan aan route 7 zit die Parfum Palace. Ja, en Lumio's krijgen we de... Oh, en de starter krijgen we daar, ja. Oh ja. Eigenlijk moeten we zorgen dat we dat eigenlijk deze aflevering halen, zodat we dat kunnen doen buiten de opnames om. Ja.
Nou, dan let's go. Godver, maar ik heb wel alleen een fire type. Dus de kans dat de lock kapot gaat is tering hoog. Nee. Oké. Okay. Ja. Dus waarschijnlijk gaan we dood. Ja, zeker met die instelling. Ja, ik heb alleen een fire type. Als er een water type trainer is, dan ben ik dood. Jij hebt die luxe niet, want jij hebt 5 fucking shinies en 4. Geen cage match verloren. Ik had er 2 en ik heb ook nog eens een cage match verloren. Dat is het verschil. Dat is wel een verschil, ja. Dus jij had eigenlijk gewoon moeten verliezen, want jij hebt het toch al zat. Nee. Maar ik doe geen lik op een normale Pokémon. Nou, je fucking... Ja, zo kan ik het ook. Ik haat het leven. Yo, macaroonies! Is dat, ik mag hopen dat dat Nalumio's is, want ik ben helemaal klaar mee. Dexio en Zinnia. Maar is dat Nalumio's? Of? Ja. Okay. Die je bent gewoon even zo zeggen. En dan kunnen we gewoon daar die shiny hunt gaan doen. Yeah. Nou, dag. Voor welke ga je? Nou, ik denk voor Squirtle. Oké. Ja, ik ben mijn water type verloren. Mm-hmm. Dus wou ik niet ook voor Squirtle? We gaan even kijken. Ik heb op dit moment Fire Psychic, een Normal, een Grass Harmonic. Ja, jij gaat zeker ook voor Squirtle, dus dan vind je het niet leuk als ik voor Squirtle ga. Nee. Jij moet gewoon doen wat je wil. Ik zat eerder te denken van als jij voor Squirtle gaat, zal ik dan niet voor een andere gaan, zeg maar. Ja, maar ja, jij hebt al Grass en Fire ook. Ja. Maar ja, als er één dood gaat, hè, en jij hebt nu al coverage, dus jij... Ja... Ik probeer niet te beïnvloeden of zo, maar ik zit gewoon na te denken van jij hebt nu sowieso al coverage als in. Jij hoeft niet per se nu heel dringend een andere typing. En ik heb dat wel nodig, want als ik nu nog... Mm-hmm. Zeg maar, ik ga geen Bulbasaur kiezen. Sorry hoor, Bulbasaur, maar fuck jou. en dus dan moet ik wel Squirtle als ik een beetje coverage wil. Probeer even te saven van tevoren, voordat je zo meteen... Ja, nu nog niet hoor, maar... Ik doe het nu wel. Ik behoud dat ik verder gewoon geen shinies ben tegengekomen. Of ik had toch... Als ik die andere had ingezet, dan had ik kunnen janen. Dan had ik die domme fout niet gemaakt waarschijnlijk. Ik denk wel dat het slimmer was geweest. Maar ja, ik... Oh, moet je niet die hele battle doen met hem? Dat zou heel kut zijn. Ja. Volgens mij wel. Moet dan in ieder geval hier 7. Oh, oké. Ja, maar je moet met hem battelen. Dat is wel kut. Zullen we even proberen? Ja. Als we er tussen zouden kunnen zeven, dat zou zeer mooi zijn. Bulbasaur! Ja, dat ga ik niet doen. Dan ga ik dood. Want hij heeft ook Squirtle. Oh ja. Sorry, maar dat is... Ja, dan ben ik echt dood. Ik moet... Jij mag die hunt best offscreen doen, dan doe ik hem nog niet. Mm-hmm. En dan, Maar ik kan dat nu niet doen.
even bedenken. Oh, en man. Ja, dan moet je gewoon een andere hunt offscreen doen. En als je dan meerdere Pokémon hebt, dat je dan probeert. Ja, maar ja. Mm-hmm. Het is wel, die battle is wel belangrijk voor de ding. Dat klopt. Dus ik kan ook niet die hunt dan direct dan doen. Kom. De volgende keer. Snap ik één. Maar kun je in route 4 ook niet? Want dit ziet er wel echt uit als een plaats waar dat zou kunnen. Nee, het stond niet op dat... Ja, wacht. Misschien heb ik niet goed gekeken. Nee, route 4 staat er niet tussen. Die bloemetjes ziet er toch uit als je hier Sweet Sand doet. Alsof er allemaal mensen op afkomen. Nou ja, goeie. Ah ja, dit is goed. Ja, maar route 3 heeft Honey dus geen zin. Nee. Of Sweet Sand natuurlijk. Ik deed ook het daar ook. De een is naam van de ander is een item. Dus ja, is maar ze doen wel hetzelfde. Dat is niet helemaal potato, patat, patat of toort, toort. Snap je? Nee. Jammer. Carrots. Misschien dat het ook wel ligt of ik Squirtle kies. Ja, je moet, je moet daarna meteen de keuze maken. Dat is kut. Hoe erg zou het cheesy zijn om gewoon die battle te winnen en dan gewoon degene die je kiest shiny te maken, of is dat te cheesy? Nee, die battle opnieuw doen is echt kut, dus ik vind het wel oké. Okay. Ja? Kijk, weet je wat het is? Anders dan moet je die battle 100 keer doen. Ja. Met geluk 100 keer. Met een beetje ongeluk moet je die 251 keer doen. Ik noem maar een random getal, hè. Mm-hmm. Ik noem geen random getal. Ik noem het getal dat ik nodig heb. We gaan allebei voor Squirtle, maar... dan, Sander. Want voor mij is het... Ik moet die Squirtle ook hebben. Ja, het enige probleem zit... Kijk, ik zou dat op zich wel graag willen. Alleen het enige probleem waar ik nu mee zit... Is dat ik nog steeds die battle moet doen. En die battle ga ik niet winnen. Nee. Het kan wel, trouwens. Ja, het kan wel, maar... De kans dat ik die win is laag. Dat denk ik ook. Al zijn ze wel op mijn level 8, maar... Ja, maar ja... Level 8 is super effective water gun. Ik snap je. Water gun is fucking goed. Ik vind het ook wel... Ik heb ook wel een beetje je, kijk wat met... je allemaal nog moet doen voordat je kan checken of die shiny is. Ja. En die hele battle. Ja, dat gaan we niet doen. Ik hoop voor je dat je hem shiny hebt in één keer. Dat zou ja, wel leuk zijn, maar... Dat zou wel leuk zijn, maar dat verwacht ik niet. Ja, zo is hij natuurlijk. Oeh, hij heeft een shiny item. Take the item. Oeh, de Breakstone. Nice. Waar is dat? Ja, je kan Pokémon Break evolueren als ze sommige Pokémon als ze fully evolved zijn. Ik weet nog niet precies hoe het zit, maar dat is nieuw in deze ROM-hack, zeg maar. Wordt ons dan vast wel uitgelegd. Ja, dat werd er net al, maar ik heb niet gelezen. Ik denk dat we de aflevering moeten beëindigen. Maar ik vind wel... Ik heb wel ook pech gehad qua encounters, shiny, zeker, zeg maar. Zeker, zeker. Want jij hebt echt al 3 gehad en ik 1. Dat klopt. Hoewel die eerste bij jou wel echt moeizaam ging, trouwens. Mm-hmm. Ja, maar ik had die Flabébé of die Floette natuurlijk net in 1 keer. Ja, en uiteindelijk had je natuurlijk in de forest ook 1. Die Muk. Ja, Grimer. Ja. Of Grimer, ja, die had je ook best snel. Weet je wat? We beëindigen de aflevering en dan kan jij gewoon met speed button kan je gewoon eventueel verder hunten als je wil. Ja. Doen we dan gaan we de volgende keer weer verder waar we gebleven zijn.
Is het erg als ik meer dan één hunt? Stel, ik heb de nee, tijd. Nee. Gewoon, je mag van mij offscreen overal hunten waar je naartoe kan op dit moment. Ja, precies. Zolang je maar niet dubbel in de route waar je hem al hebt. Zeg maar. Ja, dat is logisch. Oké, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering, dan heeft Sandra wat uitgebreider team. En dan gaat hij ook één van de starters kiezen. En dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.